Moet ik meedoen? Is dat handig? Er zijn twee van ons, dus we gaan even kijken. Welke les maken jullie van rekenen? 6-6-10. Hey, appelflap. De oma's neurieten. Ja. Weet je wat? Ja, weet je wat neurien is? Ja, dat is. Ja, heel goed. Dus hoe ga je nakijken? Is de zin een hoofdzin of een bijzin? Nou, dan ga je kijken. De eerste is een bijzin en de tweede is een hoofdzin. Krul. Oh, mag je nakijken? Dat is zo leuk. Twee. Je geeft elkaar direct feedback. Zo van, oh Minke, jij zou daar staan. Oh, volgens mij zou jij dit doen. Of op jouw knie. En je gaat hem steeds opnieuw spelen tot het moment waar we gebleven zijn. Oh, de ondergoed staat er niet tussen, maar lijkt me wel heel handig. Daar vergis je echt in, hè? Je kan gewoon je onderbroek vergeten. En dan moet je 3 dagen met jezelf de onderbroek doen. Lijkt me niet echt lekker. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 3 juni. En ben onderweg naar school. En over week zit ik op kamp. Yes! Ik kijk er heel erg naar uit. Ook al is het heel veel geregeld geweest. Ook omdat ik de locatie niet kende. Ook omdat ik het samen moet organiseren met iemand die het ook niet kent. Dus dat is best wel even, big issue. Maar het is allemaal gelukt en de activiteiten en alles staat nu volgepland. Behalve de vrijdag, dat is nog even een beetje een vraagteken. Dus dat moeten we nog eventjes bekijken. Maar goed, vandaag neem ik jullie gewoon mee in de update van de musical. En ik neem jullie mee in de kampafspraken die we vandaag gaan maken. Want vaak vergeet ik dingen en als ik dan zeg, nou, welke afspraken horen erbij? Dan denk ik, oh ja, dat is een goeie. En dan denk ik, kan ik gelijk op inspelen. Dus dat. En we gaan het even hebben over het vloggen en de aftermovie. Want een aftermovie is echt best wel veel werk en best wel veel filmen. Dus ja, tuurlijk, het eindresultaat is echt vet. Maar voor, snap je, dan kamp is ook samen zijn. En ook samen met je leerkracht. Dus weet je, ik heb ze nu al 1,5 jaar, 2 jaar gehad. En dan ga ik daar later met mijn camera lopen zwaaien. Ja, ik vind het zelf ook niet prettig. Dus ik snap wel dat een aftermovie heel leuk zou zijn. Maar je kan ook gewoon een soort dia-presentatie maken met allerlei foto's achter elkaar. Dat is toch ook prima. Dus ja, ik denk dat ik geen aftermovie ga doen. Hoe leuk het ook is, het eindresultaat. Je moet het niet willen, want het vloggen alleen al op kamp is al een dingetje. Want ja, zij willen ook natuurlijk, hè, zij mogen geen telefoon mee. Omdat we niet willen bezig zijn met digitalisering. Maar dan zou ik het dat wel zijn. Dus weet je, dat gaan we gewoon even bespreken. Goedemorgen. Goedemorgen, juffrouw Joyce. Het vriendenboekje. Ik heb al heel wat hier gezien. Nog niet van iedereen. Ik kan ze ook bewerken. Dus ik ga straks er eventjes kort doorheen om te kijken wie wat nog nu moet doen. Sommigen hadden niet begrepen dat je het verhaal van 20 jaar gewoon moest kopiëren van Google Classroom. Sommigen hadden het in een kleine zin gezet als in de samenvatting. Maar het moest gewoon dat verhaal zijn. Maakt niet uit. Dat kan ik nog eventueel doen. Dat vind ik ook niet de moeite. Instructie inschrijven en ik heb hier een meisje die niet weet of het mee moet. Pak je spellingschrift even. Ze kijken altijd dan de les die ze daarvoor hebben gemaakt. Heb ik fouten? Moet ik meedoen? Is dat handig? Er zijn twijfels, dus we gaan even kijken. Ze pakt nu haar werkboek.
Ja, misschien. En waar heb je dan een fout in? Ik zie hier trema. Nou, en ja. Trema gaan we maandag doen. Ja. Dus vind jij dan dat je nu met de komma S moeite hebt? Nee. Dus moet je dan nu meedoen? Nee. Nee. Test jezelf. Maar kom eens. Hoe kom je aan les 15, man? Welke les maak jij? 16. Oh. Welke les maken jullie van rekenen? 16. Hé, hey, appelflap. Zo. Welke les zijn er? 15. Ga je ook. Dan ben je nog zo duidelijk. Test jezelf. Ja, maar... hij zat ook zo te kijken naar jullie schriften. En hij dacht, dat zijn hele andere sommen. Kijk, loop een rondje. Als je een vraag hebt, leg je een blokje neer. Welke bak ga je hem inleveren? De blauwe. En waarom? Het komt vooral door deze opdracht. En wat was er dan met de opdracht? Wat vond je lastig? Ik denk het omzetten van de hele zin. In plaats van alleen die dingen. Ja. Oké. Dankjewel. De oma's neurieten? Ja. Weet je wat, ja, weet je wat neurien is? Ja, dat is... Ja, heel goed. Maar daarom is het ik neurie en oma neuriet. En daarom is het... Ja, daarom denk ik. Ja, neurieten. In welke bak ga je hem inleveren? Ja, netjes. Oké, ik heb hier twee heren die zijn klaar met werk. En ze gaan me even helpen met nakijken. Luister. Hoe moet je nakijken? Je pakt een schrift en dan ga je kijken wat het juiste antwoord is. Maar je ziet hier, je krijgt maar één punt als ze allebei goed zijn, anders krijg je niks. Moeten we niet gewoon alleen kleuren? Dus, hoe ga je nakijken? Is de zin een hoofdzin of een bijzin? Nou, dan ga je kijken. De eerste is een bijzin en de tweede is een hoofdzin. Krul. Oh, mag je nakijken? Dat is zo leuk. Twee. Hoofdzin of bijzin, dan zie je hoofdzin. Ik heb wel een dan ga je hierheen. Dan zet je twee hoofdzinnen. Wat ik altijd doe, is per bladzijde nakijken. Heb je deze nagekeken? Meneer. Dan doe je dit. Leg je hem weg. Pak je de volgende. Want dan onthoud je namelijk de antwoorden. Zo doet een juf dat. Dus ik ga hier kijken. Dan weet ik bijzin, hoofdzin. Dan weet ik hoofdzin. Dan weet ik twee hoofdzinnen. Dan weet ik veel gebouwen en je. En dan weet ik meewerkt voor. Omdat ik het nu al onthoud. Ik heb en dan bijzin. Dacht ik dat er niks meer tussen kon. Dan heb ik alles fout. Nee, je hebt ze omgedraaid. Ik heb een idee van Met de letter heb je woorden, dan heb je nog S en S eraan vast, dan kan je mappen. Ik heb 0-3 fout. Dus vaker moeten doen, kinderen inzetten om na te kijken. Het is leuk. Ja, het is leuk. Zo, dit zit er ook, dit laat gewoon. Zee is een beetje... Ik ga... Mag ik een Famke nog wat doen? Hoezo is hij... Ja. Kun ik een Famke nog wat doen? Hij is wel oké. Weet je wat ik alleen vind? Is dat er wat meer accent in mogen. Ja, daar waren we bezig. Maar geef mij een kwast. Geef mij iets met wit. En geef mij iets met blauw, donkerblauw. Dan ga ik laten zien wat ik bedoel.
Vanaf het begin heb ik dat al met jullie besproken vorige keer. Ja, we hebben hem niet helemaal gedaan. Nee, tot het moment. Je moet hem spelen tot dat moment. Je geeft elkaar direct feedback. Zo van, oh Minke, jij zou daar staan. Oh, volgens mij zou jij dit doen. Of op jouw knie. En je gaat hem steeds opnieuw spelen tot het moment waar we gebleven zijn. En je moet elkaar erop wijzen, nee, Abby, jij zou dit doen, weet je nog? Of, oh nee, Joy, jij zou een handje op een voet doen. Oh ja, Tigo, jij zijn naar voren stappen. Dat, oh ja, jij moet de camera wisselen. Jullie moeten elkaar aanspreken. Elke keer wanneer het fout gaat, opnieuw. Oké. En Jack, vorige keer kwam je van de rechterkant, dus dan ook van de rechterkant. Dit is heel plain, dit, ja? Het is heel saai. Je moet een beetje ermee gaan spelen. Dus een beetje golfjes maken met wit. Dan met blauw. Ja, je moet, het moet een beetje, het moet niet één kleur zijn, maar dat gele moet nog even weg, denk ik. En je maakt een beetje een soort extra laag erin. En het hoeft niet allemaal streepjes te zijn, want in een zee zie je ook geen streepjes. Maar een beetje een verschilletje. Dus dit doen we dan zo. Het moet een beetje ook uitgeveegd worden. Kijk, zodat het verschillende kleuren blauw heeft. Het moet een beetje speels zijn. Snap je nu een beetje wat ik bedoel? Ja. Zal ik jullie even een foto laten zien van iemand hoe diegene dat heeft gemaakt? Maar zie je dat ze verschillende kleuren gebruiken in een zee? Een zee is nooit bam blauw. Oh, even goed kijken. Niet normaal. Er zit glas in je voet. In de armen van een knappe surf dude. Valt u maar. Ik zei een knappe surf dude. Dan maar in jouw armen. Zeker getrapt in het glas van haar eigen bril. Ik ben een hunk. Dit filmpje gaat viral. Oké, stop. Heel goed. Dan moet je een handeling bedenken. Waar vergat jij je tekst? Ja, dit is ook filmen. Ja, en wanneer vergat je je tekst? Welke zin? Bij dit filmpje gaat viral. En wie zegt er iets voor jou? Wie zegt er iets voor jou? En die zegt, dit en dan zeg jij? De TikTok-vader. Ja, maar dat weet je wel. Het gaat om die zin die je niet weet. Zodra ze over TikTok praten, weten ze alles. Nee, dat wisten we wel. Hier, het gaat om zin. Ja, dit filmpje gaat viral. Waar? Zeker getrapt in een glas. Zeker getrapt in het glas van haar eigen bril. Ik ben een hunk. Ik ben een hunk. Moet jij weten? Dit TikTok-filmpje gaat viral. En het mag meer. Ik snap het al. Nee. Kijk, juf, het meisje vindt parasol is nee, achter die ander. Nee, want ik had het zelf gezien. Achter een ander. Die wacht, mag... Kijk, een meisje parasol. Zo, ja, een meisje met parasol. Die is dus achter een ander schilderij. Ja. Alleen, er komt een laken erover, maar die komt achter het meisje met parasol, maar ook over die ander. Huh? Nee, want er is een schilderij. Nee, want kijk, dus had ik het zelf nog gezien. Ik had zo'n, parasol, meisje met parasol. En daar was zo'n soort van laken en dat was dan opengescheurd. Ja. En daarachter zag je dan... dat meisje met parasol. Dus serieus een laken. Ik weet niet wat het boek is. Op het laken is iets getekend. Kan je anders niet zien in die trailer? Weet Carlo Bossart ook niet? Vast wel. Maar het moet er staan. Oké. Gaan we weer verder, maar we gebruiken jas als laken. Dus hier komt een laken, maar dit is toch geen laken? Jawel, want ze wilden het verstoppen zeg maar, in de beachclub, maar omdat er dus een feest georganiseerd wordt en het niet over het strand kunnen vervoeren. Maar hier komt een laken overheen, dus dit is niet het laken dit. Nee, dat is gewoon laken overheen en dan denken ze dat het dit schilderij is. We moeten weten of dit het laken is of niet. Dan gaan we bellen met Carlo Bossart. Ik heb geen tas meer. Want ik wil zijn stem. Maar het lijkt er op zich wel. Nou, het lijkt meer op een poster. Ik denk ook dat het een poster is. Hier. Later spannen ze een wit laken over portretten. Schilderen ze zelf een afbeelding met de zon eroverheen. Dus leggen zelf je bagage op het podium binnen. Ouders mogen de kinderen op 1,5 meter afstand elkaar uitzwaaien op de Zwanenburgerdijk. We zullen vrijdag ons uiterst best doen om weer 3 uur terug te zijn op school. Dit is uiteraard afhankelijk van het weer en lekke banden. K-
Kevin? Ah, dus de andere ging meester. Helemaal niet. Hij heeft al een vriendin. We gaan verder. Nummer. Wat moet je in je rugzak hebben? Een lunch in een broodzakje of aluminiumfolie. Tussendoortje neem je mee. Een fruit en een koekje. Een dopper of een fles. Liefst geen pakjes, want dan kan je niet hervullen. Eventueel zonnebrand bij mooi weer. En een extra setje kleren in verband met de kano. Een regenpak indien nodig. En als dat niet nodig is, moet je hem toevoegen aan je bagage. Zwemkleding, badlaken en zonnebrand is handig. Oh, zonnebrand staat hier al. Maar ja. Wat neem je mee? Een hoeslaken, een slaapzak, een kussen met een kussensloop, een pyjama, zaklantaarn. Oh, de ondergoed staat er niet tussen, maar lijkt me wel heel handig. Daar vergis je echt in, hè? Je kan gewoon je onderbroek vergeten. En dan moet je 3 dagen met jezelf de onderbroek doen. Lijkt me niet echt lekker. Badslippers, dat is handig voor als je naar het toilet moet. Dat je gewoon alleen je badslippers aan hebt. Zodat je niet helemaal moeilijk hoeft te doen met schoenen. Toiletartikelen zoals tandpasta, tandenborstel, een maskertje, deodorant. Het liefst geen spuitbussen vanwege rookmelders. Anders moet je buiten gaan spuiten. Hey, donderdag. 8:30 opstaan. Wat? Echt zo laat. Waarom 8:30 opstaan? Wie zegt dat is laat? Dat is goed. Wie zegt dat is goed? Nee. Wie zegt dat is vroeg? 7:00. Oké, dat is mooi, want dan zit ik eigenlijk gewoon precies in het midden. Want de helft vindt het te laat en de helft vindt het te vroeg. Nou, dan is het in het midden. Maar het is een beetje... Ik word al gebakken met activiteit. Hé, wat bepaal jij? Ik sleur je uit je bed, joh, om 8:30. Ik ben niet wakker. Jou ga ik als eerst wakker maken. Dan gaan we 11:45 vertrekken, want daarna gaan we trampoline springen in Haarlem. We gaan naar Street Jump. In café. Ja. Ja? Nou, dat gaan we doen. Street jump. Dan gaan we het springen van... 2:00. Ja, 2:00. Oké. Wat je dus vanochtend zag, is wat ik vaker wil gaan inzetten, is dat inschrijven voor instructie. Dat heb ik dus hierachter. En dat ga ik morgen ook weer doen. En het reflecteren, wat je mij hoorde zeggen met die bakken. Dat zijn de bakken hieronder. Dus dan heb je de blauwe bak is voor, ik heb nog wel wat hulp nodig, maar het ging redelijk goed. Groen is, het is goed, ik kan de volgende les zelfstandig maken. En rood is, juf, het ging niet goed, ik heb extra hulp nodig. En zo ga ik kijken en soms wil ik ook eens vragen, waarom kies je dan voor die kleur? En als je nou echt reflecteert op de doelen, hè, want het trema komt nog een keer naar voren. Als je nou kijkt naar de rest van de doelen, heb je die dan behaald? Dus daar probeer ik steeds meer op terug te komen. En het inschrijven voor morgen ook. Hè. Ze hebben nu voor rekenen het testje zelf gedaan. En dan gaan ze kijken, oké, kan ik dus de les van morgen, het maatwerk, kan ik dat zelfstandig doen? Of heb ik hulp nodig van de juf? Ja. En dat vind ik gewoon super tof aan de bovenbouw. Dat je die verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo kan creëren. Dus daar ben ik wel een voorstander van. En ja, hoe zou je dat bij begrijpend lezen kunnen doen? Hè? Dat is wel een ander verhaal. Goed. We zijn wel wat ver gekomen. Ze hebben de dans geoefend. Ze hebben decor. Ja, het is nog een beetje... Ja, dit is het decor. Het hoort aan de som, hè? Want ze gaan in elkaar... En dan is dat het water, zeg maar. Er moeten nog wat accentjes op. Maar ze hadden wel een hele leuke idee om schelpjes bijvoorbeeld erin te maken. En ze hebben al een surfplank gemaakt. Kijk, ik zeg gewoon maak een surfplank. En ze denken aan die inkepingen en zo. Dus dat vind ik wel echt super tof. En als je zoals hier kan zien, kijk hoe ver we al zijn. De vuurtoren. Dus dit is dan de vuurtoren. Alleen ja, je ziet het, er moet echt nog wel een laag overheen. Net zoals deze kant, want dit wordt de trap. Dus er moet nog echt flink wat geschilderd worden. Ik heb wel zin om morgen even vroeg te komen en om even een laag te gaan schilderen. Nou baal ik alleen dat die niet hier liggen. Dus ik moet even kijken of het mijzelf lukt om die daarop te krijgen. Want ik wil eigenlijk dit gaan schilderen. Dit
eventjes nog een laagje eroverheen. Dus, het loopt allemaal vlekkeloos. En ja, mijn taaltoetsen zijn nagekeken. Het enige wat ik hoef te doen is een cijfer op te schrijven. Misschien is dat even het laatste wat ik ga doen, want ik heb ook al overleg gehad voor volgend jaar. En welk lokaal ik krijg en naast wie ik sta. En over de doordraaimiddag ga ik iets spannends doen, maar dat kan ik niet vertellen, want deze kinderen kijken ook mijn vlogs. Dus dat. En verder moet ik nog een les voorbereiden voor een klassenbezoek. En dan laat ik ook Smart Learning zien. Waarin de kinderen antwoorden naar het bord sturen. Ik ben super benieuwd wat hij ervan vindt. Alleen is het een beetje lastig als je dan zo aan het eind zit en in groep 8 en dat je dan nog een klassenbezoek krijgt. Daar heb ik een beetje moeite mee. Maar goed, we moeten het maar doen, hè. Het is inmiddels 5:50. Ik ben er klaar mee. Dus ik ga ook gewoon afsluiten. Ik ga mijn collega's gedag zeggen. En ik ga vanavond chillen. Is er nog echt iets wat ik moet doen dat ik denk, oh ja, de vlog bewerken, de vorige vlog. Dus dat ga ik doen. En mezelf even een maskertje geven. En daarmee sluit ik deze vlog. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.